Wat er gebeurt is dat er iets in een feest gelezen is. Dat is er in gelegd. Wat er helemaal niet in zat. He, toen ik jong was, het had het helemaal niet. Het wordt ook door de historicus bevestigd. Het is nooit zo geweest. Er wordt een verhaal van iets uit de Amerikaanse slavensituatie... wordt gekopieerd, wordt geplakt op een traditie... die een hele andere oorsprong heeft, een hele andere karakter heeft... En vervolgens wordt dat gebruikt om dat feest... wat inderdaad een hartstikke leuk familie gebeurt... maar om dat de nek om te draaien. En ik zie hierin dus een veel bredere trend... waarin steeds meer elementen van onze identiteit, ons verleden... onze feestdagen, onze kunsten, noem het allemaal op... ergens op een of andere manier wordt een haakje gevonden... om het tot iets heel slechts te maken of iets heel, om dat erop te plakken en het dan af te breken. Dus ik zie hier echt een trend in, wat ik ontzettend jammer vind. Ik zie echt de systematische en geleidelijke, onstuitbare afbraak van Nederland. Van de Nederlandse cultuur, de Nederlandse tradities, de Nederlandse taal, de Nederlandse spreekwoorden en gezegden, Nederlandse stambeelden, Nederlandse zwarte pieten. En ja... Dat is gewoon heel verdrietig. Het is echt heel verdrietig. En het is ook heel jammer dat allerlei mensen nu zijn gaan geloven... dat het iets racistisch zou zijn geweest. En het is gewoon propaganda van de media, van de linkse politiek... om maar die aanval op de Nederlandse cultuur door te zetten. Er wordt heel vaak gezegd, ja, oké, maar je kunt je nog steeds blijven verkleden... maar het is dan weer net iets anders en dan is iedereen tevreden. Maar is dat wel zo? Volgens mij gaat er inderdaad ook wel iets verloren. Want het is niet alleen het verkleedfeest, het is ook het feest van de fantasie, zeg maar. Want op het moment dat je helemaal zwart gesminkt bent... ja, dan herken je elkaar niet eens, al is het je broer of zus. Dat valt dan helemaal weg en dat is toch ook onderdeel van die beleving... dat je daar, dat zijn natuurlijk allemaal mensen vanuit je omgeving... die daar de lokale intochten organiseren en het is je buurman, maar je herkent hem op dat moment even niet. Dus het is een hele andere wereld van een mooi feest waar je even in wordt ondergedompeld.